Marianne. Maandag 5 mei. Het is vandaag Bevrijdingsdag. Een hele belangrijke dag. Maar in Nederland is Bevrijdingsdag maar 1 keer in de 5 jaar een vrije dag. En dat is heel goed, want dan onthouden de mensen dat vrijheid kostbaar is en dat het er vaker niet is dan wel. Voor degenen die het willen weten, in nachtcreme zit precies hetzelfde als in dagcreme. Nou, niet helemaal hetzelfde. In dagcreme zit een heel klein beetje UV-filter. Maar volgens onderzoekers werkt die maximaal 1,5 uur per zonnige dag. Dus eigenlijk kun je zeggen dat het precies hetzelfde is. Het is net als shampoo hetzelfde is als douchegel, alleen iets dunner. Halfvolle melk is gewoon volle melk met meer water. Het is allemaal precies hetzelfde. Voor mannen voor wie het geldt, een veel jongere vrouw is hetzelfde als je eigen vrouw. Alleen met een strakkere huid, stevigere borst. En altijd zin. Maar dat is niet zo'n goed voorbeeld. Nou, wat kunnen wij mensen leren van het volgende? Er zijn in Nederland een paar kamelenboerderijen. Maakt niet uit, is leuk, is voor de melk. En kamelenmelk is anders dan koeienmelk. Daar gaat het niet om. En een kameel met 1 bult, dus een dromedaris, geeft meer melk dan een kameel met 2 bulten. Dat zou je niet denken, want met 2 bulten heb je meer te geven. Maar daar gaat het niet om. Trouwens, kamelenmelk is een beetje zouter en daarom niet geschikt voor een koffie verkeerd of cappuccino. En een koffie met kamelenmelk heet trouwens kamelcino. En de penis van de kamel een kameel. En de mannetjes geven geen melk, maar dat gaat het niet om. Waar gaat het wel om? Kamelen geven alleen melk als ze blij zijn. En dat vind ik mooi. Niks geen koeiengedoe van trek maar een petit en het komt wel. Nee, een kameel is hard to get. Eerst een beetje blij maken, maar dan heb je ook wat. En dat proef je. De Arena werkt aan een aparte tv-zender voor bezoekers van voetbalwedstrijden. Dan kun je tijdens de wedstrijd van Ajax ook andere wedstrijden live volgen op je telefoon. Nou, ik zou zeggen, hij ligt op de lijn. Maak de zelf de grap maar af. Dinsdag 6 mei. De wetenschap heeft hem jaren verguisd. Maar de Iceman Wim Hof heeft wel degelijk aangetoond dat trainen in extreme koude afweer van het menselijk lichaam enorm kan vergroten. En dat is goed nieuws voor alle mannen die samenwonen met een zogenaamde fridge. Je hebt misschien weinig seks, maar je bent een stuk minder vaak ziek. Nog een mooi onderzoek. Een kopje koffie per dag verbetert je netvlies en is daarom goed voor je gezichtsvermogen. Vroeger zeiden ze dat van worteltjes. Want, zo was de verklaring, heb je ooit een konijn met een bril gezien? Maar goed, dat slaat dus als kut op Dirk, want heb je ooit een konijn een kop koffie zien drinken? En als de konijn de theorie op zou gaan, dan zou elke dag in een hol slapen ook goed voor je ogen zijn. Vergeet worteltjes, vergeet de konijnentheorie. Onthoud dat koffie goed is voor je ogen. Let wel, Senseo hoort niet bij de koffieachtige. Sterker, als je vrijwillig Senseo uit de schappen van een supermarkt pakt, dan is er waarschijnlijk al iets echt mis met je ogen. De afgelopen 3 jaar hebben 175 mensen een rijbewijs gekregen terwijl ze voor het examen waren gezakt. Verder zijn er ook best veel mensen die wel geslaagd zijn voor een examen, maar nog steeds niet kunnen rijden. En ik weet dat er nu heel veel luisterende mannen tevreden zitten te knikken. Woensdag 7 mei. Ja hoor. Wij zijn dus gewoon door met het Songfestival. Ik wil niet gelijk hoog van de toren blazen, maar ik heb het 3 weken geleden al voorspeld. Luister nog maar eens naar de column op 18 april. Ik citeer: er gloort een gouden periode voor Nederland. Wij worden wereldkampioen hockey. Whalen en Ilse winnen zonder duidelijk refrein het Eurovisie Songfestival. Oranje wordt na een geweldige finale tegen Argentinië wereldkampioen voetbal. Bauke Mollema wint de Tour de France. De werkloosheid daalt met 98%. De mammoet komt terug op de Veluwe. Edwin Evers trouwt op het paleis op de Dam. Alles is weer mogelijk. En voorlopig kan alles wat ik voorspeld heb nog steeds uitkomen. En dan zeg ik, waarom doet meneertje Fico Waas nog steeds de voorspellingen van dit sympathieke radiofeuilleton? Is er binnen het team niet een andere Nostradamus 2.0? De vraag stellen is hem beantwoorden. Ik heb trouwens echt gekeken naar de halve finale Songfestival. Nou, godskanonnen, wat heb ik een hoop ellende langs zien komen. Van een Belg die vlakken voor 4 sopraanzangeressen had weggehapt tot een hamster in een 3-delig pak in een reuzentredmolen. Ilse en Whalen zijn met afstand de beste. En als zij niet winnen, ga ik niet stemmen voor de Europese verkiezingen. En dat is jammer, want daar zijn we met z'n allen al wekenlang zeer intensief mee bezig. En nou dit weer. Veel wisselende partners en orale seks zijn risicofactoren voor keelkanker. Dat komt door het zogenaamde HPV-virus dat overgedragen wordt bij seksueel contact.
Ik zat gisteren in de tram met een kuchje en gelijk zei er een of andere vrouw tegen mij... Ja, ik weet dus wel wat jij vaak doet, vieze Rick. Donderdag 8 mei, Roger Federer en zijn vrouw Mirka hebben er sinds eergisteren een tweeling bij. Twee jongetjes dit keer. En ze hadden al een meisjestweeling. Nou, dan kun je dus op wachten dat die vier over 18 jaar het hele tennis gaan beheersen. Want dan heeft papa Roger vier enkelaars, één herendubbel, een vrouwendubbel en twee mixdubbels. Zou je zeggen, dan kan de rest wel zakjes gaan plakken. Maar, er is nog een geboorte. Jawel. De geboorte van Duc, zoon van ons aller Niels en zijn vrouw Marieke. En ja, dan ben je Niels. En dan heb je een enorme baard en regelmatig een te grote bek. En dan ben je een man met een harde lach en vaak scheid aan alles. Maar dan is de geboorte en dan zie je je vrouw met een onvoorstelbaar, onwerkelijke prestatie. En dan heb je opeens een kind in je armen en het is jouw kind. En binnen een seconde weet je dat het voorgoed is. Voorgoed een liefde die groter is, die je ooit had kunnen bedenken. Dat is toch schitterend. Niels en Marieke, gefeliciteerd. Maar vooral ook Luc. Jij hebt mazzel, man. En dan nog even nieuws over de sultan van Brunei. De sultan is de één na rijkste man van de wereld. Hij heeft gouden paleizen, een harem en 148 Rolls Royces... waar hij eens in de week de enige snelweg in het land voor afzet om daarmee te gaan toeren. Hij heeft in zijn hoofdpaleis een kamer met een glazen plafond... waarboven een zwembad is waar zijn lievelingsvrouwen de schoolslag in doen. Hij heeft een lange glazen gang de zee in naar een koraalrif... zodat hij wandelend kan snorkelen. Nou, die sultan die heeft nu besloten dat in zijn land... bij diefstal gewoon weer ledematen af mogen worden gehakt. Voor het missen van het avondgebed worden je knieschijven gebroken. En op overspel staat vanaf volgend jaar weer openbare stediging. Kortom, ik denk dat wij ons jaarlijkse 538-uitje naar Brunei beter kunnen cancelen. Want anders denk ik dat driekwart van het team hier niet meer terugkomt. Vrijdag 9 mei, Giel Beelen wil het wereldrecord radio maken verbeteren. Hij begint maandag en gaat dan 8 dagen door. Zo wil hij tot 190 uur non-stop radio komen. En hiermee heeft de ena beste radiopresentator van Nederland mij definitief op scherp. Ik ga me voorbereiden op het wereldrecord radiocolumn. Binnenkort begin ik op vrijdag om 9:45 en dan ga ik door tot 5:15 middags. En dat is 7 uur, lieve Marianne. Voortdurend aangelachen door Edwin, Rick en Niels die iedere minuut aandachtig blijven volgen. En Marianne komt zelf en die blijft met vingers omlaag het schema aangeven. En Doutse is trots op me. En Louis van Gaal die roept daarna uit dat ik de beste ben van wie dan ook. Binnenkort op 538 mensen. Mis het niet. Maar eerst is het zondag moederdag, dus nog één keer voor de mensen die het echt niet weten. Als een moeder zegt dat ze zelf ook niks heeft met moederdag en dat je niet langs hoeft te komen en dat ze ook geen cadeau heeft en dat ze alleen voor de zekerheid taart heeft en broodjes en dat de andere kinderen waarschijnlijk wel even langskomen, maar dat ze begrijpt dat jij het veel te druk hebt en dat het vooral vroeger leuk was als je een gedichtje had geschreven, maar dat zoiets echt niet meer hoeft, maar dat het wel weer leuk zou zijn om een keer met z'n allen te eten en dat je je niet verplicht hoeft te voelen, maar dat ze liever een mooie vaas heeft dan een aardbeienplant. Nou, dan kun je beter nu even de zondag vrij houden. En tenslotte, ik wil alle leerlingen die maandag met het examen beginnen succes wensen. Vooral mijn eigen dochter. Tot volgende week.